Ja, Gion. Het is niet echt de avond waar jullie op hebben gehoopt, denk ik, als Vitesse zijnde vandaag. Nee, zeker niet. Na een paar drukke weken en ja, bereid je je toch goed voor op deze wedstrijd. En ik denk dat we gewoon voor de wedstrijd alle vertrouwen hadden om deze te winnen. Ja, in de wedstrijd ging het heel anders, dus dat is gewoon zonde. Dat is niet lekker. Hoe heb je naar de eerste helft gekeken vanaf de zijkant? Ik sta natuurlijk op de bank, dus dan kan je vanaf de zijkant natuurlijk wat beter zien, denk ik. Op zich ging het niet alles ging slecht, maar ik denk ook als ik kijk hoe dat we de drie goals tegenkrijgen, ook niet alleen in de eerste helft, ook in de tweede helft. Ik denk dat we dat wel moeten veranderen, want ik denk dat we soms te makkelijk de goals tegenkrijgen. Ja, en dan wordt het lastig voetballen. Dan kom je er in de rust in. Wat krijg je dan allemaal mee als boodschappen? De trainer zei dat ik voornamelijk diepteloopacties moet maken, want hij vond dat het dat daar nog een beetje aan lag, dacht hij. Dat we nog niet genoeg kansen creëren, dus ik probeer zoveel mogelijk diepteloopacties te maken. Ik probeer gevaarlijk te worden met voorzetten. Ik had een paar voorzetten, maar ze gingen er net niet in. Nog de keeper die nog een goede kopbal van mij tegenhield. Dus dat was jammer, ja. Die kopbal telde je denk ik bijna? Ja, ik dacht dat hij er al in zat, ja, maar ik weet ook niet hoe dat hij hem had. Nee, ja. Dat was kut. Hoe kijk je verder terug op je eigen invalbeurt? Want ik kan me zo voorstellen dat je toch ook nog wel enigszins tevreden kunt zijn. Ja, ik vind het lastig om nu tevreden te zijn, omdat we natuurlijk 3-1 hebben verloren. Ik denk als je erin komt als aanvaller, moet je gewoon proberen gevaarlijk te zijn. Met voorzetten, met acties naar binnen. Ik denk dat de voorzetten vandaag prima waren, maar ze gingen er gewoon net niet in. Dat is zonde. Dus ja, dat is jammer. Nou heb je het over, wat je net zegt, een druk programma. Denk je dat dat ook meespeelt? Heb je daar last van als groep? Als ik spreek voor mezelf heb ik er niet zoveel last van, moet ik zeggen. Ik voel me gewoon fit en ik heb er nu niet zoveel last van. Het kan misschien ook komen omdat ik de laatste wedstrijd wat minder heb gespeeld. Kan er natuurlijk ook aan liggen, maar ik vind het lastig om te zeggen voor de groep of dat we daar last van hebben. Maar ik zelf niet, moet ik eerlijk zeggen. Ik moet zeggen, drie wedstrijden in 7 dagen is best wel even een omwenteling. Ja, klopt. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind de wedstrijddagen altijd het leukst. Dus ik vind het niet zo erg, moet ik eerlijk zeggen. En je zegt dan van, goh, ik kan het misschien wel minder goed oordelen. Ik denk dat heel veel Vitesse-naren ook zoiets hebben van, Gian de Recht, die speelde vorig jaar bijna alles in de Eredivisie. Ja, inderdaad, aan het einde van het seizoen veel gespeeld in de Eredivisie. En dit seizoen probeer ik natuurlijk ook zoveel mogelijk te spelen. Ik probeer belangrijk te zijn met mijn goals en assists. Tot nu toe zijn dat voornamelijk assists. Dus ik hoop gewoon nog meer assists te kunnen geven en goals te kunnen maken. Dus we zullen zien. Wat krijg je daar zelf van mee vanuit de staf als boodschap van goh, werk hier aan, kijk hier naar, dan kunnen we een andere keus maken? We werken natuurlijk met z'n allen hard om ons beter te maken, ook in de aanval natuurlijk. Dus de trainers weten dat ik nu gewoon gevaarlijk ben met veel voorzetten. Maar uiteindelijk probeer ik natuurlijk ook goals te maken. Dat is tot nu toe nog niet gelukt, maar ik probeer vooral mijn actie naar binnen wat te verbeteren. Dus ik denk dat daar nog wel verbetering in zit. Dan hebben jullie volgende week weer een drukke week. Hoe zie je dat? Ja, de bekerwedstrijd tegen RKC is altijd leuk natuurlijk. Dus ik denk daar moeten we het nu gewoon op richten. En dan van het weekend weer een competitiewedstrijd. Ja, ik heb er gewoon weer zin in. Dus. Wat liefhebber of niet? Ja, natuurlijk.